Welkom bij de weekendeditie van Spakenburg Nu. Met vandaag zwanengeluk, zomermarkt, de buitenspeeldag en nulfouters verkeersexamen. Hebt u dat nou ook? Dat u de iPad fijn en handig vindt, maar dat u regelmatig denkt, kon iemand me maar helpen om alles onder de knie te krijgen? Dan heb ik goed nieuws voor u. In Bibliotheek Eemland wordt vanaf vrijdag 7 juli een cursus voor beginners gehouden. De cursus bestaat in totaal uit 5 lessen. Daarna hebt u de basisvaardigheden onder de knie en kunt u op eigen kracht de iPad verder ontdekken. De andere bijeenkomsten zijn op 14, 21, 28 juli en 4 augustus, ook van 2 tot 4 uur 's middags. Inschrijven kan via Amersfoort Eemhuis seniorenweb.nl. Maar u kunt ook een aanmeldformulier ophalen bij de bibliotheek of bellen naar Bibliotheek Eemland 033 46 31 914. Dan zal er een formulier opgestuurd worden. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers. Kosten voor leden €35 en niet-leden €40. Woensdag werd er op meerdere locaties buitenspeeldag gevierd. We bezochten er een aantal. Hier een impressie, te beginnen bij de Bachlaan, waar vorige week al buitenspeeldag werd gehouden. PCO-basisscholen De Vlucht, De Wegwijzer, De Grondtoon, Van Amerongen School en De Ark doen mee aan de landelijke prikactie op dinsdag 27 juni aanstaande.
Bestuur en leerkrachten maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. Waarom maken basisscholen zich zorgen? De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben ervoor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Daardoor wordt er nu al gekampt met een lerarentekort dat alleen maar zal groeien. In de afgelopen 6 maanden hebben 41.000 leerkrachten, vakbonden en werkgeversorganisatie, PO-raad, hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen. En daarom is het nu tijd actie te ondernemen. Er moeten investeringen komen. Zo wordt het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk gemaakt. U kunt de petitie ondertekenen op www.pofront.nl. En op 27 juni gaan de lessen pas om 9:30 van start. Ook de plusklas begint die dag om 9:30. Een prikactie als deze brengt ongemak met zich mee. U als ouder zult opvang moeten regelen voor dat uurtje dat de school later opengaat. Dit alles wordt gedaan voor de toekomst van het mooie vak leerkracht. De toekomst van het onderwijs en in het algemeen. Maar vooral voor de toekomst van de kinderen. Maar liefst 16 leerlingen maakten een foutloos verkeersexamen. De gemeente vond het een reden om ze in het zonnetje te zetten. En dat gebeurde op dinsdagavond 20 juni. Onder het toeziend oog van ouders en de verkeerscommissie reikte wethouder Nagel het diploma uit. Daan en Stan en Ezra. En dat zijn 3 van de 16 jongelui die, ja 16 zijn het er, die zonder fouten het verkeersexamen hebben gedaan. Hoe kan dat? Hoe heb je zo goed kunnen rijden, Daan? Ik heb gewoon geoefend. Ja. Mijn antwoord is, mijn moeder helpt me veel. Ja? Ja. En is ze ook met je gaan fietsen? Ja. Ja, 2 hier of zo. Fantastisch. En hoe heb jij dat gedaan, Stan? Ook veel oefenen. Maar ja, ook fietsen. Ja. Dan weet je het ook. En kwam je nog wel moeilijke dingen tegen? Een beetje. Soms moet je wel echt nadenken. En ook wel oppassen, ja. En Ezra, vertel jij eens, hoe heb jij dat gedaan? Ja, ik ben ook heel veel gaan oefenen. De juffrouw heeft ook me heel erg veel geholpen. Ik ben ook heel veel gaan fietsen met mijn ouders. En ja, uiteindelijk heb ik gewoon nieuwe fouten gekregen. En daar ben ik heel blij om. Ja, ben je er blij mee? Ja. En luister eens, en die andere kinderen, welke fout hebben die gemaakt? Bijvoorbeeld hand niet uitgestoken of verkeerde bocht omgegaan. Zulke fouten. Nou, ik feliciteer jullie van harte. Dank je wel. En geniet van de avond. We zijn blij dat jullie hier allemaal met elkaar zijn. En dat we nu dan toch met elkaar het verkeersdiploma even wat aandacht kunnen geven. Ik zei al, we zijn met 16 jonge mensen die het geweldige resultaat hebben gehad van 0 fouten voor de theorie en 0 fouten voor de praktijk. We hebben, denk ik, verder genoeg gefilosofeerd. Ik stel nog even voor aan mijn rechterhand de secretaris van de verkeerscommissie en 2 leden van de verkeerscommissie die adviseren de gemeentebestuur over verkeerszaken. Die vinden het belangrijk genoeg om speciaal voor deze uitreiking vanavond ook hier te zijn. Henk de Jong van Veilig Verkeer Nederland en Bert Schapels, burger, lid. Begin ik met Emery Tatas. Gefeliciteerd. Namens het gemeentebestuur en de Veilig Verkeer Nederland. Een applausje voor Emery. Dan de tweede, ook van het kruiswerk, Siet Zalmstra. Ha, Siet ze. Hartelijk gefeliciteerd, hartstikke mooi, knappe prestatie, je diploma en bekende cadeautje. Jan Knepper, knappe prestatie, alsjeblieft, je diploma. Twee heren van de verkeerscommissie, Bert Schaap en Henk de Jong. Bert, wat is nou zo belangrijk aan dit verkeersexamen? Belangrijk aan het verkeersexamen dat je de kinderen bewust maakt van veilig op de weg. En de spelregels leren kennen waar ze in de toekomst mee verder moeten gaan. Ja. Ja, heel belangrijk. Henk, ze hebben geoefend, hebben ze gezegd, om 0 fouten te krijgen. Netjes hand uitsteken, alles keurig. Maar hoe zal de toekomst zijn voor die kinderen?
Nou, de toekomst die zie ik somber in. Dat bedoel ik niet qua gezondheid en qua leren van die kinderen, maar wel qua fietsen in het dorp. Ik zou je vertellen, ik zit al een paar jaar post, als de kinderen een examen doen. En dan heb je niet een dagtaak aan, dus je gaat ook op andere dingen letten. En wat verbaast me, dat de kinderen van het examen trouw de hand uitsteken, maar de volwassenen niet of nauwelijks. En verkeer is net als water, we gaan allemaal wel eens een keertje over het fietspad links zo. Nou, Bert, dat was me een referaat. Ja. Wat doet de verkeerscommissie daaraan, tot slot? De verkeerscommissie die komt 5 keer in het jaar bij elkaar. En dan proberen we dingen die onveilig zijn in het dorp aan de orde te brengen. En mensen zijn in de gelegenheid om, als zij zelf onveilige situaties opmerken, om dat tijdens een spreekuur in te brengen. En dan proberen we daar wat mee te doen. Er is nog veel werk aan de winkel. Ik wens jullie heel veel succes als verkeerscommissie. Ja, dankjewel. Omdat het bijna vakantie is, geven we regelmatig een tip voor een uitje. Hier is er weer een. Op 1 en 2 juli vindt het zeilmaakweekend plaats in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Tijdens dit weekend duik je in het ambacht van de zeilmaker. Voor jong en oud vinden er allerlei activiteiten plaats op verschillende locaties in het buitenmuseum. 1 dag eerder starten al de taandagen. De Stichting Historische Westhaven Urk vaart met kotters, jollen en schouwen naar de markerhaven van het museum om hier de zeilen te tanen. In de zeilmakerij zijn demonstraties van oude technieken zeilen maken en repareren. Je kunt een oud vissersschip, de TX-11, en een moderne racer, de FE-28, bezoeken. 2 talenten van Team Heiner geven in het filmhuis presentaties over de Ocean Volvo Race. En je kunt ook zelf aan de slag. Dat kan in de Markerhaven, waar je onder begeleiding de zeilen leert hijsen. Kinderen leren bij de kalkovens van scoutinggroep Mercury knopen leggen en signalen vlaggen. Ook worden hier wedstrijdjes trossen opschieten georganiseerd. Tijdens het zeilmaakweekend nodigt het museum iedereen met de achternaam zeilmaker of namen daarvan afgeleid uit om gratis kennis te maken met of terug te gaan naar de roots van het ambacht touwslaan. Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijgen deze mensen op 1 en 2 juli gratis toegang tot het museum. De warmte maakte dat mensen en dieren verkoeling zochten. Thank you.
Wat is het toch prachtig om naar dieren te kijken. Geweldig is het zeker om te genieten van jong zwanengeluk. En dat deed onze cameraman Geurt ook. Woensdagmiddag werd rondom Zorg- en Wooncentrum De Haven de zomermarkt gehouden. En zomer, dat was het. En daarom was het er ook zo gezellig druk. Dit was het weer, Spakenburg nu. Tot 11 uur vannacht is het te zien. Om middernacht kunt u dan voor de eerste keer kijken naar Los op zondag. Dat die dag nog 5 keer uitgezonden wordt. Maandag weer een aflevering uit de oude doos. Dinsdag het vrije item. En woensdag zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Spakenburg nu. Ik wens u nog een mooi weekend.